Broskies, welkom terug bij de volgende aflevering van de FIFA 23 Ajax Career Mode. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. Belletje aan. Oké, broskies, we hebben goed nieuws en slecht nieuws. Als je Ajax een klein beetje volgt, dan weet je waar ik het over heb. Het slechte nieuws is, Ito gaat waarschijnlijk niet door. Het goede nieuws is, Ajax heeft al een vervanger voor Ito. Gaston Avila. En ik heb eigenlijk nog meer goed nieuws. Want volgens FIFA heeft Avila een hogere potentie. Dus ben ik er heel treurig om? Laten we heel eerlijk zijn. Nee. Wat we dus gaan doen in deze aflevering, wij gaan Gaston Avila ruilen met Ito. Trouwens, in deze aflevering geen persvragen en geen notigang, want... De vorige aflevering, je weet al wat ik wil zeggen. De vorige aflevering is nog niet eens online, man. Dus ja, maar we gaan eventjes Ito ruilen met Avila. Als het lukt. Als het lukt. En het leuke is, ook Avila heeft een echt gezicht. Iemand zei trouwens, ja, ik heb wel het echte gezicht van Akpo. Maar, ik had al gezegd, door de mod die ik gebruik, verliezen sommige spelers met een echt gezicht hun echt gezicht. Weet je, dat is helaas wat het is. Ik heb het wel geprobeerd om... te fixen, maar weet je, dat is helaas... Ja, het kan op zich wel, denk ik, als ik dus face mode laat maken van het gezicht van Akpo, maar dat kost geld. En dat... Nee, man. Dat is niet... Nee, man. Luister dan. Marktwaarde 9.5. Ito, wat is jouw waarde? Centrale verdediger is hij toch? Ik weet niet. Ja, hier. 12.5. Het verschil is niet eens zo heel erg. We gaan het gewoon doen. Bot indienen. Dat betekent Ito naar... Antwerp, naar de ploeg van Mark van Bommel. Ga maar akkoord. Ze willen Jorge... Jorge, maar hij gaat ook weg. Maar dat moeten we anders doen. Betekent het trouwens dat ze Ito niet willen? Dat kan ook, hè? Dan moeten we Ito gewoon... Oké, ik ga het nog één keer proberen. Andere... ik weet niet of het gaat lukken. Oh, hij is ook meteen uit de lijst gehaald. Ja, toch? Hij is eruit gehaald. Bro, oké, wacht. Terug naar dat bot. Gaan we naar akkoord met dit? Het is wel echt transfersom met 3.5. Het verschil is maar 1.5. Jullie proberen me te finesse, hè? Oké, dan gaan we. Ik ga voor 2 miljoen. Dan doen we gewoon Jorge Sanchez en dan Ito verkopen we gewoon dan. Volgende transferperiode. Oké, ze gaan van Bommel. Omdat je van PSV bent, hè? Gaan we dat doen? Jorge Sanchez gaat in het echt ook vertrekken. Die deal is nog niet rond, maar dat gaat wel gebeuren. We accepteren het. Mijn collega's zeggen tussen de 11k en 16k. Salaris voor Avila. Nou, we gaan even snel kijken. Rotatie. Vind ik goed. Vind ik wel goed. Contract duurt 5 jaar. Wat is er met jouw wenkbrauw aan? Lol. Jouw... Maar dat was net niet. Zien jullie wat? Bro, begin niet. Wij accepteren dit ook. Wat is er met jou? Wat de... Bro, wat is er een... Dit is wat je wilt. 7300 tekenbonus. 71k gespeelde wedstrijden per 550k. We accepteren dit. Wat is er mis? Wat zijn er met jouw... Wenkbrauw. Ik zei wenkbrauw. Ik bedoel jouw wimpers. Ik zei wenkbrauwen. Ik bedoel wimpers. Jorge Sanchez naar Antwerp. En wij krijgen natuurlijk... Wat? Niet genoeg? Waarom slechte onderhandeling? 5.6, maar ze... Van Bommel, je hebt me gefinest. Bro, lol. Van Bommel heeft me gewoon gefinest. We gaan even kijken naar het schema. Want de vorige aflevering was dramatisch. We hebben gelijk gespeeld tegen FC Utrecht. Verloren van AZ. Dat betekent, we waren geëindigd op plek 3 in de competitie. Cambuur, thuis. Gaan we simuleren, ja. Brest, toch? Brest. Excelsior, even kijken. Fenerbahçe had ook gelijk gespeeld. Sparta, Volendam. Wat we. Ja, we moeten. Alle wedstrijden spelen, denk ik. Brest. Excelsior. Of. Ja, oké. Okay, we pakken de wedstrijd tegen Sparta. Want Sparta vorig seizoen deed het heel goed. En dan de wedstrijd tegen Fenerbahçe. Oké. Okay, we gaan simuleren. Tot aan. Waar zijn we? Oktober. 2-0 overwinning. Cambuur. Netjes. Dan hebben wij de eerste wedstrijd. In de Europa League van deze aflevering.
Wij staan op 2. Even kijken, nog 3 wedstrijden te gaan. Als we deze winnen, zijn we al heel dichtbij. Dan is het verschil 7 punten. Dat kunnen ze ons niet eens meer inhalen, hè, Brest. Dan is het klaar trouwens. Ja, dan hoeven we trouwens dan de wedstrijd tegen Fenerbahçe niet eens te spelen. Dan kunnen we de wedstrijd tegen Volendam spelen. Oké. Okay. Oké, okay, dus als we deze wedstrijd winnen, gaan we door naar de volgende ronde van de Europa League. Ik wil gewoon de finale bereiken. Ik weet, Europa League is ook best wel een lastige competitie. Dus, weet je, maar ja. Finale, Europa. Dit is gewoon geen Champions League. Dus, dan, weet je, we zijn wel Ajax, weet je. Dus, ik wil gewoon de finale bereiken van de Europa League. Weet je, alles eronder is gewoon een faal. Oké, okay, dit zijn de 11 jongens. Roelie, Wijndal, Hato, Soetalo, Van Ewijk, Van den Bomen, Taylor, Berghuis, Bergwijn, Alvaro... Conceição. Ik vraag me af hoe lang het nog duurt voordat Brobbey of Akpom terug is. Want dit duurt eigenlijk best wel lang. Maar ja, dat wisten we. Die blessures zijn wel echt stevige blessures, man. Ongelooflijk, man. En dit zijn de 11 van Brest. Dat is volgens mij wel een moeilijke wedstrijd, hè. Want die ene speler, ik weet niet meer wie het is. Volgens mij is het Miretti op het middenveld. Die had volgens mij gescoord, maar we hadden volgens mij net aan gewonnen. Conceição. Ja, oké. Okay. We hebben een vrije trap. We krijgen zo weinig vrije trappen trouwens, hè. Is de afstand voldoende of niet? Is het te ver? Is te ver, maar we gaan het gewoon proberen. Want ja, weet je. We gaan het zo doen. En dan... Kijken of het werkt, weet niet. Ja, van te ver. Maar ja, we krijgen zo weinig vrije trappen. Dat is wel echt een dingetje van FIFA, weet je. Hato. Wat? Wat? Wat gebeurde er? Oh my god! Hè? Wat gebeurde er dan? Hij laat de bal gaan. Hier, tik. Hé, maar serieus, wat is dat dan? Wat? Ik zeg jullie vaker, soms is het fraudieus, hè? Maar... Ik kan niet klagen, hè? We moeten... Wat is er aan de hand dan? Daar gaat Owen Wendal. Mooie voorzet trouwens van, volgens mij was het bijna. Ja, en dat is precies wat ik dus de hele tijd zeg. Het is, weet je, hij is gewoon niet, geen basisspeler. Oké, okay, we zijn er. Conceição. Conceição. Bruh. Berghuis. Alvaro gaat vroegtijdig het veld verlaten als je zo doorgaat. Ik moet hem eraf halen zo. Goed gedaan. Maar kijk waar die bal valt. Weet je? Die bal... Hier, tik, bal valt voor hun. En dan, er is niemand anders. We staan achter met 1-0. Als we deze wedstrijd winnen, dan gaan we door. Als we verliezen, is er wel niks aan de hand. Maar wij staan achter. Alvaro, jij hebt die kansen gemist. Wat doe je? Oké, bro. Het is wel echt nu echt klaar. Wat gaan we doen dan? Ja, kies daarvoor Borges. En dan... Ja, ga maar in de spits. We zijn eventjes, ja... Alvaro, die is echt de kluts kwijt. Maar die bal gaat... Maar je gaat er nog steeds af. Je gaat er nog steeds af, man. Maakt niet uit. Je gaat er nog steeds af. Heb het wel... Maar je hebt te veel, nee man. Je gaat er wel nog steeds af, sorry. Maar dan ga ik het misschien ga ik het dan anders doen. Dan ga je in de tweede helft, weet je. Dan, weet je, dat is dan wat netter van mij. Maar je gaat er wel af.
Want nee, jij wilt te veel fouten gemaakt. We zijn wel terug in de wedstrijd. Ik weet wat je denkt. Geef hem nog een beetje de kans. Nee! Lol. Hij heeft gewoon te veel fouten gemaakt, man. Dit is gewoon niet door hem, hè. Dit is gewoon echt door die paas. Hij loopt er wel echt netjes en hij maakt wel af, maar... Sorry, Alvaro, maar... Weet je, het is hem gewoon net niet. Zo jammer. Ik weet sowieso als hij tijd krijgt. Weet je? Maar het was nooit de bedoeling dat hij een basisspeler zou zijn, hè. Wat doe je, Bizot? Lol. Dat is echt... Laat die herhalen. Jullie gaan het niet laten. Ik wist het. Hato. Konzezaal. Konze... Schaar! We zijn wel terug in de wedstrijd. We gaan Alvaro Erafa... Wow. We gaan Alvaro Erafa halen voor Borges, my guys. Want... hij heeft te veel fouten gemaakt. Tadis heeft gescoord, tuurlijk. Bergman, waarom duurt het zo lang? Oh man, irritant bro. Jonge Bergwijn. Schiet dan. Dat is wat ik wil zien, man. Kapitein. Steven, kapitein Bergwijn. Je weet wat ik wil zeggen. 2-1 voor. 2-1 voor. We stonden achter met 1-0, jongens. We zijn daar. We hebben de opties. Berg! Hey, ik ga wat laten zien. Hij kreeg eerst... Ik wou gewoon sprinten met... Bro, ik ga eentje. Eentje per aflevering. Anders ga ik elke keer. Kijk, hier. Lol. Kijk. Die kant. Hier. Ik wil hier sprinten. Vanaf hier. Vanaf hier. Sprint dan. Kijk maar niet. Hey, bro. Bergwijn. Je gaat... Dat is echt smerig. Ga dan. Doe dan pas. Hey, waarom? Let op, ik vind het zo verdacht. Let op, je weet. Ik zei eentje, maar worden er twee. Bruh. Hier, let op. Kijk, met zijn rug. Kijk, dit is. Ik vind het zo irritant. Ik heb al lang pas gedrukt. Sotalo. Daar is Borges. Oeh, snelheid. Taylor! En dat is het einde van Brest in de Europa League. Ajax gaat door naar de volgende ronde, my guys. Eindelijk een keer geluk. Waarom gaan die passen zo raar nu? Borges moet gaan. Ja, ik had niet anders verwacht, scheids. Het is wat het is. We gaan door naar de volgende ronde van de Europa League. Ik wou bijna zeggen Champions League, maar we spelen gewoon niet eens Champions League. Dat is wel echt een dingetje, hè. Dat is wel echt eigenlijk schandalig. Ajax niet in de Champions League, maar ja. Hebben we zelf gedaan. Vorig seizoen hebben we gewoon... kijk, dat is gods, maar zijn gezicht is weg, man. Maar weet je, we hebben het wel zelf gedaan vorig seizoen. We waren gewoon niet goed genoeg. En dit betekent dat wij het schema gaan veranderen. Want we gaan door naar de volgende ronde. Dus Volendam of Excelsior. Gaan we Rotterdam gewoon eventjes aanpakken? Het hangt er een klein beetje vanaf. Want ja, als Volendam het beter doet, kijk. Sparta, Volendam. Dat betekent Excelsior, laatste. Nee, man, die gaan we dan gewoon simuleren. Hé, hey, maar laat het niet gebeuren, hè? Laat het niet gebeuren dat we die wedstrijd... Ik wou net zeggen, oké, de volgende wedstrijd is tegen Sparta, my guys. Sparta-Rotterdam. En Sparta-Rotterdam staat op plek nummer 11. We gaan even snel kijken of ze... Spelers hebben die... Weet je? Nee. Helemaal niemand. Weet je wat? We gaan gewoon naar de wedstrijd. Brobby! Brobby is terug! Akpom is terug! Waar zijn die mailtjes dan? Oh, ik heb 2 mailtjes. Wacht even. Oh, ik heb geen mailtje gekregen. Maar Brobby en Akpom zijn beide terug. Dat betekent Alvaro. Sorry, man. En dan... even kijken. Wie gaat hem hier... Ja, god, sorry. Dan kiezen wij natuurlijk voor Akpom. Alvaro, sorry. Je hebt het niet verkeerd gedaan, maar... Brobby is terug, my guys. Oh, Brobby en Akpom. Eindelijk.
Rotterdam tegen Amsterdam. We zijn in Rotterdam en we nemen het op tegen Sparta. Ik weet niet meer hoe we het deden vorig seizoen tegen Sparta. Ik kan me niet meer herinneren. Die speler naast hem is kapot lang. Of hij is klein. Een beetje een mix van beide. Maar goed, luister, ik weet niet meer hoe wij hebben gepresteerd vorig seizoen tegen Sparta. Niet dat het echt heel veel uit... Waarom laten jullie hem zo vaak zien? Is dat een nieuwe speler? Hebben jullie hem gekocht? Laat me kijken. De 11 van Sparta. Laat me zien. Want, even kijken. Dat is dan... Oh ja, Nicolai. Die was de speler. Saito. Koki Saito. Ik weet het zeker. Of Saito. Nee man, gewoon Saito. Oh, dat klonk goed hè. Ja man. En eindelijk Brian Brobbey terug, my guys. Hij was hoeveel maanden? 10 maanden volgens mij hè. Bro, Roely van Ewek, Sotalo, Hato, Wendal, Van den Bomen, Berghuis, Steler, Constanzaal, Brobbey, Bergwijn. En natuurlijk Chuba Akpom op de bank, bro. Brian Brobbey. Alleen ja, die connectie hè. De, weet het? Brobbey's en natuurlijk... Ik ben hem even kwijt. Moku, sorry, ik ben er weer. LOL! Jullie zagen het, hè? Was dat het? Sotalo mist. Oh nee. Dat is. Sotalo mist. Hey. Ga nou niet doen alsof je Ronaldo bent. Meest irrit. Waarom is hij open daar, bro? Waarom is hij open daar dan? Is het mijn schuld? Kijk, hij is gewoon daar. Bro, hij staat gewoon te wachten. Ah, maar dat is gewoon niet. Wat gaan we doen? Want. Instructies. Hato. Ik had wat vorige keer veranderd. Even kijken. Kort erop. Sotalo. Doe ik agressieve onderscheppingen. We gaan gewoon. Of allebei kort erop. Oh. Brobbey is terug. Brr! Oh, hij heeft natuurlijk een minnetje. Maar dat was de eerste kans voor Brobbey. Als jij deze wint, gaan we scoren. Brobbey! Op de slot! Maak nou gewoon af, jongens! Jongen, Berghuis! Brobbey wordt geblokt. Berghuis kan niet eens op doel mikken. En we staan gewoon weer achter. Oh, dit is mooi. Je moet naar de flank gaan, want er is niemand. Bruh. Doelpuntje. Ondertussen ben ik mijn oordopje kwijtgeraakt. Maar we hebben Steven Berg. Je zag het, hè. Ik vier het feestje af voor... Kan je het feestje vieren? Bro, ik druk toch. Oh my god. Maakt niet uit. Maar je zag het, hè. Ik was gewoon al bezig met dat feestje. Ik wist dat het erin ging. Ik wist het gewoon. Kijk hier, die ruimte die jij kreeg. Hier. Hij krijgt meteen de assist trouwens, Brobbey. Ah, Nicolai geklopt, jongens. We hebben de gelijkmaker te pakken, maar ik ben niet tevreden. Dat doelpunt was te vroeg, man, van Sparta. Wat vinden jullie van Hato in real life? Dit is zo oneerlijk, bro. Lol. Hij valt niet eens. Hey, ik ga het gewoon laten zien. Scheelt trouwens voor Bergwijn. Maar maakt niet uit. Hier. Waarom valt hij niet? Kijk. Wat is dit voor... Hey, ga maar door en laat maar die 2-1 dan. Laat maar zien. Ja, dat kunnen ze elke keer blijkbaar doen. Hey, wijk! Nu terugstappen, bro. Sliding. Op de bal. Wanneer tegen? Wanneer. Nee! Brobbey's! Dat meen je gewoon niet! Dat. Ja, dat is al van echt een uur geleden, bro! Waarom zoom je in op die. Bro. Nicolai. Hato! Ah, wat is dat voor, jongens? Heerlijk. Dan. Daar hebben we Hato met echt zich. Ik weet niet of hij er echt zo uit. Sowieso zijn kapsel is weer plat. Maar ja, dat is gewoon echt, weet toch? Als mensen de hele tijd je kapsel veranderen. Hato. Lol. In ieder geval.
Ik weet niet of dat gezicht, ik denk dat het beter kan, maar ik ga niet klagen. Beter dan default FIFA, hè? Dat weten we allemaal. Hey, hij doet dat wel lekker. Wat ik dus wil zeggen, in real life, Hato is... Ik krijg die van, ik krijg de Timber vibes, weet je toch? De licht vibes, je weet wat ik bedoel. Niet, draai alsjeblieft. En wie staat er bij het spel? Brobby, hands! Als je... Oh. Schieten. Ah, dat is... Hey, ik ben bijna... Ah, kom maar, laten we even naar die hands. Hou op, dit. Is dat hands? Waarom ga je zo snel? Laat me gewoon kijken, niet fraudieus doen, hè. Ja, oké. Okay. Dat... Ja, oké. Okay. Maar dan dit dan, dat schot van Bergwijn. Hier, aannemen. Kom maar, oké, je bent rechts. Laat me zitten, dan, dat is de excuus gewoon van... Weet je. Waarom gaat die bal zo hard dan? Daar hebben ze toch... Oh, mij. Wel lekker verdedigen van Sotalen, dat wel. Is terug. Sorry man. LOL. Sorry man, maar dat moest even gebeuren. Bruh. Waarom staat Bergwijn naast Brobby? Hij saboteert die hele aanval. Brobby, pas, Conceição. Ja, ik. Ja, oké, okay, wacht. Want dan is het nu. Heeft hij een hat-trick? Maar hij gaat er wel vanaf. Want het is tijd voor Chuba Akpom, guys. Ook hij terug. Bizar, we hebben nu ineens twee spitsen weer. Drie nu, want natuurlijk Alvaro, maar. Die is voorlopig even klaar. Kijk wat Brobby kan. Hoppa, aanpakken die hap, hè. Goed gedaan. Hato. Hato, netjes. Taylor. We wachten even. Oh, Brian is ook in het echt geen koppen, maar dit wordt een doelpunt. Tenzij die pas verkeerd gaat op Berghuis. Hou maar op. Op de bal, ik wil niks horen. Scheids, op de bal! Daar hebben we Akpom. Laat maar zien. Brobby, ik weet niet of hij een hat-trick heeft gemaakt. Chuba Akpom, helaas geen echt gezicht meer, maar dat komt door de mod, maar laten we gewoon eventjes dat vergeten. Hé? Hey, hij kan door. Wacht even. Poes! Oh my god! Chuba Akpom. Conceição! Oh, dat is het verschil tussen Berghuis en Conceição. Hij heeft dat... Die kwaliteit net niet, maar niet verkeerd. 4-2. Lekkere wedstrijd. Taylor. Heerlijk gedaan. Hij is links. Taylor! Waarom gaat die bal gewoon recht op Olij? Als het bij ons was, dan was het gewoon... Heet toch afgeket en dan vlak voor... Voor een bal van... Voor een speler van Sparta was het. Conceição natuurlijk. Oh my. Oh. Op de slof. Bergwijn. Lol. Op man. Ito, ik bedoel. Nee. Dat is zo. Maar wij missen gewoon die kansen. En nu is het gewoon alsof. Weet je. Maar.
Teleurstellend dit, man. Echt. Wat doe je? Ah, oké. Okay. Maar ik wou gewoon niet dat hij aannam en volley nam. Wat dacht je van? Dat jij gewoon doorgaat. Bergwijn. Ik bedoel Berghuis, sorry. Ga dan. Taylor. Wat een aanval. Bergwijn met de assist. 5-3. Klaar over en sluit. Klaar over? Ja, oké. Okay, klopt wel. We winnen met 5-3 van Sparta in Rotterdam. Lekker resultaat, man. Deze hadden we nodig, man. Oh, meest betrokken bij doelpunten. Steven Bergwijn. 16 doelpunten. 14 wedstrijden. Hij was dus bij 16 doelpunten betrokken. Kijk, dit is de stand. Het is klaar. 6 plus 3 is 9. Nee, het is klaar. We gaan even wat anders bekijken. De stand in de... gaan we kijken nu? We gaan gewoon kijken nu. Want dan weten we hoe belangrijk de volgende wedstrijd is. Dat is sowieso belangrijk. 2? 3 punten verschil met... ze hebben 1 wedstrijd minder gespeeld. AZ, man. De wedstrijd tegen Fenerbahçe gaan we lekker aan simuleren. We pakken de wedstrijd tegen Volendam. Of misschien kunnen we verder kijken. Even kijken. NEC. Want Volendam staat ook laag, toch? Wacht even. NEC staat op 5. Volendam staat op plek nummer... Ik wil het opnemen tegen... We hadden ook niet verloren van NEC. Vorig seizoen, de laatste wedstrijd. Was dat... Bro, ja man. Maar ga niet verliezen tegen Volendam. Ga niet verliezen tegen Volendam. 2-1. Oké, okay, we pakken de wedstrijd tegen NEC. NEC staat op plek nummer 5. Als het goed is nog steeds. Juist. Dan gaan we wat anders bekijken. Even kijken. NEC Nijmegen heeft Tafsa met 7 doelpunten. Jiménez 13. Pavlidis 10. We hebben Bergwijn. Waar is... Bro, Brobby was zo lang geblesseerd. Akudus is er nog steeds uit. We hebben alleen Bergwijn, maar hij is geen, weet je toch, geen topschutter. NEC heeft gewoon, ja oké, okay, alleen Tafsan. En ze hebben Marcesano op plek 10 met 4 assists. Dat is een nieuwe speler. Laatste wedstrijd van deze aflevering is de wedstrijd tegen NEC. Ik weet zeker, volgens mij hadden wij de laatste wedstrijd van vorig seizoen gespeeld tegen NEC. Of in ieder geval, we hadden wel verloren van NEC vorig seizoen. Volgens mij hadden we een pak slag gekregen van hun, hè. Ik weet het niet zeker. Of was dat Goat Eagles? Bro, wacht even. Manager van de maand. Hé, hey, dit is de allereerste pas, hè. Dit is seizoen nummer 2, de allereerste. Dankjewel. Dan hebben wij de laatste wedstrijd, jongens. Wij staan op 2. NEC op 5. En ja, NEC is natuurlijk gewoon een goede tegenstander. Besef dan dat ze een paar jaar geleden gewoon in de keukenkampioenschap speelden. En echt wel een paar jaar gewoon. Dus dat ze nu terug zijn en zo goed presteren. Ook in real life. Ik heb het over real life eigenlijk. Hè. Dat is wel echt netjes. Dat is echt netjes. Ja, oké. Okay. Ja, AZ heeft gewonnen. Hè. Het verschil is 6. Ja, als AZ blijft winnen wordt het sowieso lastig. Ja, we hebben nog wel natuurlijk één wedstrijd tegen AZ dit seizoen. En dan kunnen we het gat dichten naar 3 punten. Maar dan moeten ze gaan sowieso wel punten laten liggen. Maar het gaat erom, wij moeten blijven presteren. En dat is het lastigste. Vooral als je achter staat, weet je. Vooral als je achter staat. Dit zijn de 11 van NEC Nijmegen. Nummer 13 is dus die beste speler. Marcesano ofzo. Ja man. Lasse Schöne speelt nog steeds. Tanane is er nog. 4-3-3. Gelukkig geen 4-4-2. Bronco, Sander. Luister dan. Dit is een tijdverstel. Oké. Okay. Maar wij spelen met dezelfde 11, jongens. Brobby is terug. Akpom viel wel tegen. Een beetje. Maar Brobby was echt weer vanouds. Zoals vanouds. Hato gaat steeds beter voeten. Dat was niet de paas die ik wou geven. Hè? Niet doen. Taylor. Geen buitenspel, toch? Ja! Yeah! Taylor, ga dan. Irritant. Irritant van Taylor dat hij niet ging. Ik moest even wachten. Wanneer je gewoon de bal afpakt en je pakt de bal gewoon niet af. Oh, we staan achter. Ongelooflijk, man. We pakten de bal af. En wie staat er weer op achterstand? Ach, man. Eén foutje. En ze straf was meteen af, man. Jongen. Hopelijk staat hij bij de spel. Is er iemand van ons? Lekkere redding van Roelie. Hé, ik dacht penalty.
Wow. 1-0 achter tegen de nummer 5. Berghuis verliest. Berghuis die faalt gewoon, hè? Wat wil je dat daar tegen doen? Doe, niet doen. Niet nog een keer. Brabie! Dat... Ay, kom op, man! Wist! Silissen, ex-Ajax seed, man. Conses! Silissen. De voor. Conses al. We zijn terug, wat een counter. Ik was er niet zeker op, want Bergwijn is natuurlijk niet die afmaker. Maar hij is nu wel de topscorer met volgens mij 8 doelpunten. Die pas was ook zo slecht, maar aan de andere kant, Silissen was op de loer. Dus ja, als hij te ver voor Bergwijn had uitgepast, was misschien Silissen eruit gekomen, had hij die bal verpakt. Dus dit doet hij wel goed. Volgens mij is het doelpunt nummer 8 voor Steven Bergwijn in de Eredivisie. We gaan even kijken. Heb ik gelijk of niet? Tuurlijk heb ik gelijk. Oké, nog 1 helft te gaan. Brobbie moet er wel vanaf straks. Beide 4 keer geschoten, beide 1 doelpunt. Dat vind ik gewoon eerlijk, weet je? Dat vind ik eerlijk. Niet dat wij 12 keer schieten en hun 4 keer en er staat gewoon 2-0 voor hun. Snap je? Die wedstrijden zitten er vaker tussen dan dit, hè? Oké, dan wil ik zo minimaal geel zien. Lekker! Nog beter! Wie is dat? Jordi Bruin. Ja, precies, Hato. Precies. Zeg hem. Ik vind dit speel echt soms. Tuurlijk is Silissen. Ik ga hem echt kopen als je zo doorgaat. Hato! Hij doet het weer. Hato doet het weer. Jorel Hato is de naam, guys. En hij is officieel gearriveerd. In het eerste van Ajax. Nog één keer. Oh, is het Bergwijn met de assist meteen ook? Kijk, Hato, voor de tweede keer deze aflevering met het hoofd gescoord. Silissen geklopt. Dat is wat we willen zien. Hey, Silissen. Wacht, ik denk dat ik hem gewoon ga kopen als gewoon backup, man. Nee! Geef... Sliding. Man, je geeft de bal naar de verkeerde. Bro, rustig blijven. Dit is therapie. Brrr. Hey, kom op, man. Even kijken. Gaan we wisselen? Ja, Brobbie gaat eraf. Akpom komt erin. Fizz Jim. Ik zei het toch. Je krijgt minuten. Het zijn niet heel veel, maar je krijgt minuten. En Borges. Nee, wacht. We gaan gewoon... Berghuis gaat er ook af. Tahirovic. En... Dat was het. Sliding. Ik druk sliding en kijk... Sliding! Blijf! We hebben gewonnen. Jongen, man. Zwaar bevochten overwinning, man. Tegen NEC Nijmegen. We hebben het wel gedaan, maar het is wel de nummer 5, weet je. We hebben het wel gewoon gedaan. Maar dit was wel weer echt kantje bord, man. En dan wil ik de halve finale bereiken van de Europa League. We kunnen met moeite winnen van NEC Nijmegen. Het moet wel echt beter. Maar ja, oké, Brobbie is net terug, weet je. We missen wel Kudus. Laten we gewoon wel echt eventjes eerlijk blijven. Maar ja, Kudus gaan we niet meer terugzien, denk ik, hè. Volgens mij is het klaar met Kudus dit seizoen sowieso. Nu ben ik benieuwd. De stand in de Eredivisie. Ja, dit hoeven we niet te zien, jongens. We gaan nou door. De stand in de Eredivisie. Nogmaals. Even kijken. Het verschil met AZ is 3 punten. Maar ze hebben 1 wedstrijd minder gespeeld. AZ blijft winnen. Het verschil met de nummer 3 is ondertussen 5 punten. Dat is lekker. We hebben dus een speling van 5 punten. Maar ja, aan de andere kant. AZ heeft weer een speling van 6 punten op ons. Als ze winnen de volgende wedstrijd. Maar... Het gaat lastig, man. Even kijken, is Brobbie terug? Hij is er nog niet, hè? Broskies, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. Belletje aan. En Moutski.